It's all I wanna do. Bij de allereerste aflevering van een nieuwe serie hier op mijn kanaal Chester. Vandaag is het allereerste aflevering van de Road to 25 Gun Game Wins. Wat deze serie inhoudt is natuurlijk dat ik 25 keer een Gun Game potje moet winnen. Maar ik ga eventjes uitleggen. Als ik één potje verlies, één potje, is de serie niet afgelopen. Maar beginnen we weer helemaal op nul. Dat houdt in, als ik bijvoorbeeld 24 wins heb en ik verlies één potje, beginnen we weer bij 0. Dus deze serie kan lekker lang duren. Dus vergeet natuurlijk niet je blauw duimpje omhoog achterlaten. Natuurlijk hou ik me enorm. Spelen ze 2 potjes per aflevering natuurlijk. Anders is het een beetje weinig. Oh, we gaan hier gelijk op de wall run. Dus we gaan natuurlijk kijken. Dit is heel erg slecht voor mij. We gaan natuurlijk kijken of we dit potje gelijk kunnen winnen. Maar als we nou niet winnen, maakt niet heel erg veel uit. Ik heb nog niet al te veel Gun Game gespeeld in Black Ops 3. Tweede potje of zo. Maar ik denk, weet je wat, deze serie heb ik nog nooit ergens op YouTube gezien in ieder geval. Van in ieder geval dat als je één keer verlies helemaal opnieuw begint. Dus dat is best wel origineel. Dus laat daarom gewoon eventjes een blauw duimpje omhoog achter natuurlijk. Maar we moeten nou eerst eventjes dit potje gaan winnen. Oh, jij staat AFK. Let's go. Oké, nu hebben we eigenlijk een Remington die silence is. Daar zijn we gelukkig gelijk vanaf. Vind ik mooi. Oké, dan spant hij daar weer. Zo, dat is een beetje shotgun dit. Haymark hebben we ook gehad. Let's go, daar hebben we de VMP. Gaan we nu ongeveer naar de submachine guns. Dat is best wel mooi. Die trein komt eraan, hoor je aan het geluidje. Let's go, de VMP is ook. Oké, Faro. Dat is een beurswapen geloof ik. Dat heb ik bij Kas gezien, of dat was CN Elite. Oh, er zit een silence op. Holy shit. Holy shit, hoe hebben we dit overleefd, jongens? Oké, dat gaat allemaal lekker. Zit er dan achter nog één? Hij had mijn one shot, man. GG, enemy GG. Maar dat was best wel een lekker spamplekje daar, zo. Let's go. Sniper. Nu hebben we de Gorgon. Ik weet nou niet of dit een LMG is. Of juist een shotgun. Voor mij is het een light machine gun. Ik weet niet zeker. Ik ga wel van deze kant van de map proberen te komen. Want daar zat ik net ook wel een lekker spantrapje. Wat een kudding. Oh, kan hem gewoon. Let's go. Oké, nu hebben we de Dingo. Dat is natuurlijk gewoon een hele chille light machine gun. Loke sniper rifle. Is die AFK die gozer? Ja, dus. Oké, let's go. Level 13, precies 2. Zo, een mooie kill was dat. We hebben een launcher. Oké, het geluid is nog hetzelfde ook als in Black Ops 2 met een launcher. Even kijken of we deze kill ook op kunnen pakken. Nou, hij is AFK. Oké, dan zijn we alweer bij de laatste. Oh, dit zijn met je vuisten. What the fuck? We moeten dus iemand slaan. Are you kidding me? We moeten iemand slaan. Hoe de fuck moet je dat doen? Hoe de fuck wil je iemand slaan in dit spel? Je moet 2 keer slaan. Nou, dit is onmogelijk. Dit is toch serieus onmogelijk, jongens? Want elk ongeveer wel normale kotpersoon. Ja, die killt je. Let's go, nog 1 klap. Nee, hij heeft me. Oh my god. Hoe de fuck wil je hier fucking een kill mee maken? Ik snap het niet. Hoe wil je een kill maken met die kutvuisten? What the fuck? Nah, I'm done. Ik zweer, als dit zo is, heel de serie lang, hier vind ik echt mijn KD mee. Let's go, hè. Eerst potje zit erop, jongens. Dat houdt in dat we op dit moment 1 win erbij hebben. Dus we moeten nog 24. En we gaan natuurlijk nog een potje spelen. Dus hier even de final kill cam. Dit is wel moeilijk om hier, laten we zeggen, een kill mee te maken met je vuisten. Maar ja, het zijn natuurlijk 2 hits. Dus daar moet je even geluk mee hebben. Maar
Ik hoop jullie te zien bij game nummer 2. Dus tot zo. Oké, welkom terug bij het tweede potje. We spelen van nu een potje gun game op de map Redwood natuurlijk. We spelen nog steeds in dezelfde lobby. En het is best wel kut om dus een kill te maken, zoals jullie net zagen, met de vuist. Want what the fuck, ik snap niet waarom dat zo moeilijk is. Ik snap dan, eigenlijk moet je dan gewoon doen dat het gewoon one hit is eigenlijk. Want nu is het echt gewoon te moeilijk, vind ik zelf. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Ik weet niet of jullie ook vaak gun games spelen, maar ik hoop dat jullie deze serie ook een beetje leuk vinden natuurlijk. Jullie weten dat ik niet heel veel series ga doen, maar ik denk, weet je wat, dit is wel een leuk idee. Vandaar dat ik het ook ging doen. En ja, jullie vonden het ook leuk op Twitter. Vandaar natuurlijk ook. Kut killsteal. Zo, jij bent dood. Wow, oké. Dit ding heeft ook een fucking erg recoil dus. Let's go, gun promotion. Liggen. Oh my god, er komt gewoon iemand in mijn spray lopen. Maar we moeten natuurlijk dus dit wel winnen. Anders beginnen we gelijk alweer op nul. Dat is niet de bedoeling. Het zal wel echt een beetje kut zijn, maar ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Holy shit, die hebben we geluk. Maakt nu nog niet heel erg veel uit. Als we... Hitmarker van zo dichtbij. Are you kidding me, Call of Duty? Oké, we gaan nu wel echt heel erg achter staan. Oh my, en hij kan. Ik kom ongeveer net zo ver. Oh my god. Oké. Nu zijn we dus de lul, jongens. We zijn de lul. Ja, we zijn de lul. We zijn de lul. Oh shit. Nee joh. Oh, ik haat dit spel ook zo erg. Deze gaan we verliezen, ik weet het nu al. Let's go. Ik zeg niks, jongens. Ga dan niet wegrennen, jongen. Ik moet godverdomme een comeback maken. Moet je niet wegrennen. Oh, you're kidding me? Fuck off, hé. Hey. Ik wil niet het tweede potje gewoon gelijk al gaan verliezen. Dat slaat nergens op, jongens. Dat slaat fucking nergens op, hé. Hey. Die campen. In mijn rug, sowieso. Let's go. Gewoon doorknallen hoor. Wegwezen ermee. Er staan nog maar 20 punten achter. 2 kills bedoel ik. Waarom moet je nou wegrennen, jongen, vieze flikker? Goed zo. Altijd terugkomen. Zo, we staan weer gelijk. Kom maar. Goed zo. Oh. Oh shit. Oké, er zaten 3 man omheen, dus ik moest wel doodgaan hier. Oké, we hebben de dingo, dus gewoon weer een chill wapentje natuurlijk. We staan 2 kills voor. Ik moet even zorgen dat de voorsprong wat groter gaat worden. Holy shit, wat een geluk. Locus. Nee. Let's go. Nog een of andere rare sniper die ik niet ken. Wow. Oké, ja, hier moest ik doodgaan. Fuck off. Ik ga nog maar 1 keer voor, jongens. Oh, dit wordt spannend, potje gek. Hier staat de AFK. Mooi zo. Ik zou weer 2 kills voor. Ik vind het zo stressend, hè, jongens, gun game soms. Oh, wat een geluk heb ik hier. Nog 2 kills maken.
Holy shit, oké, nog één kill. Kom op jongens, laten we dit winnen. Kom op. Holy shit. We hebben gewonnen met één vuistje omdat hij weak was. Holy shit jongens, we hebben genoten van de allereerste aflevering natuurlijk. Laat even je blauw duimpje omhoog achter. De winst staat op dit moment op 2 punten. En moeten we dus nog 23 potjes winnen, willen wij deze serie voltooid hebben. Zoals je ziet, als wij dus gewoon verliezen, moeten we weer opnieuw beginnen. Maar ik hoop jullie ook te zien bij de video van morgen. Super bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer mensen. Zoals ik altijd zeg, later.